Ik dacht dat hier altijd de zon scheen. Dat dacht ik ook, ja. Maar dat is niet het geval vandaag. Nee. Helemaal hier naartoe gekomen. Ja. Voor wat knallen. Ja. Een vette lichtshow. Ja. Kom, kerel. Als het zo blijft regenen, worden de vuurwerkshows afgelast. Dat zou toch een drama zijn? Rick en ik gaan alles op alles zetten om toch zo'n vuurwerkshow mee te kunnen maken. Maar het enige dat we tegenkomen zijn paraplu's. En ik krijg wat verontrustende berichten van de Valencianen. Dat is niet best. Nee, dat klopt. Het is gewoon afgelast. Ja. Wat baal ik hiervan? Je doet er niks aan. Nee. Nee. We hebben alles in de hand, maar dit niet. Dit heb je niet in de hand? Nee. Helaas moet ik vanwege verplichtingen voor heel Holland Zingt Hazes terug naar Nederland. Gelukkig kunnen we regelen dat Rick en zijn begeleider Joey langer in Valencia kunnen blijven. Hopelijk is het weer morgen beter. Ik moet straks terug. Oké, ja. Maar Rick, jij gaat Valencia pas uit... Ja? Op het moment dat jij de dikste vuurwerkshow ter wereld pas hebt gezien. Oké. Dan ga ik bij deze met je afspreken. Ja. Nou, zijn er nog andere bezienswaardigheden in Valencia waar je graag naartoe wil? Je kwam voor dit, hè? Eigenlijk kwam ik voor dit. Tijd om zelf in actie te komen. We besluiten om onze eigen vuurwerkshow te maken. Nou, daar gaan we. Ja. Kom, ergens knallen. Waar mag dat? Ja, weet ik veel. Doe het wel. Kijk maar, een mooi plekje. Mij ook wel, ja. Maar? Wel een veiligheidsspel. Safety first. Ja. Staat het goed? Wat zou ik zeggen? Ik denk van geen meter. Maar ja, daar gaat het niet om. Nee. Waar gooien we hem naartoe? Ik denk gewoon hier. Ja? Ja. Jeetje, man! Jeetje! Je gaat echt hard. Ik denk dat we naast een veiligheidsbril ook wat oordopjes nodig hebben. Ja. Nog eentje? Ja, is goed. Nou, allebei eentje. Ja, is goed. We maken gewoon onze eigen last van last. Oh. Kom maar nog een keer. Oh, jullie. Even bijkomen van het geweld. We zoeken een droog plekje om nog even iets te drinken voordat ik weg moet. Ja, wat een anticlimax. Ja, dat klopt. Ik vind dat je daar nog redelijk goed mee omgaat. Schijnbericht, denk ik. Oké, okay. Ja. 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 Van binnen ga je een klein beetje kapot, of niet? Beetje wel, ja. 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 Maar ik weet altijd alles goed een beetje te verbergen achter mij. Hoe ik ook bij je altijd zit. Ja. Ja. Ja, en misschien ja, helpt het toch een beetje dat jij in ieder geval blijft. Ja, klopt. Oh man, ik gun het je zo. Ja. Dit Las Fallas, hè? Ja. Dit Valencia, dit vuurwerk. Ja. Dat stond natuurlijk heel hoog bij jou op het lijstje. Klopt, ja. Die kan straks afgevinkt worden. Ja. Heb jij daarna nog dromen voor het leven? Heb jij nog grote wensen? Wat je, ja, een vriendin. Ja. 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 Eigenlijk wel. Ik denk in ieder geval dat meisje wat ooit met jou mag samenkomen, een enorme bofkont is. Oké. Okay. Daar zou ik ook goed voor zorgen, denk ik. Ja. Ja. Dan mag zij echt in de handjes wrijven met zo'n leuke kerel zoals jij. Oké, dankjewel. Ja. Ja. Ik ben zo blij voor jou dat jij kan blijven. Ja. Want dat verdien je. Oké. Okay. En mocht er ooit nog een dame in je leven komen, laat het me even weten. Ja, is goed. Ja? Ja. Succes met alles. Ja. En dankjewel. Ja, jij ook bedankt. De volgende ochtend. Niets is veranderlijker dan het weer. Wat een geluk voor Rick. De zon schijnt en dat betekent dat de vuurwerkshow door kan gaan. Ik heb voor Rick een VIP-plek geregeld op het dak, zodat hij het beste uitzicht van de stad heeft. Het gaat flink tekeer in Valencia en Rick geniet intens van de grootste knalvuurshow ter wereld. Wat ben ik blij voor je, Rick, dat jouw droom toch is uitgekomen.